Ben je omgevallen? En nu? En nu? Gaat papa jou recht helpen? Zo. En je wilt direct staan, dat is moeilijk. Ja? Pak wel de blokjes achter hem weg, als ze maar met zijn oren opvallen. En dan kussen een beetje dichter. Ja, goed zo. Goed zo, papa. Hallo allemaal, super leuk dat jullie naar deze nieuwe video kijken. In deze video heb ik een unboxing voor jullie, want we hebben een nieuwe kinderwagen. Oh, ik ben echt super benieuwd. Noah is daar fijn aan het spelen en ik ga hem ondertussen kijken of ik hem in elkaar gezet krijg. Of dat papa het moet doen, weet ik niet, maar ik ga het proberen. Ik ga jullie laten zien wat er in de doos zit, hoe het bevalt en ja, ik ben echt hartstikke benieuwd. Onze vorige kinderwagen was tweedehands, dus het is de eerste echte nieuwe kinderwagen die wij nu kopen eigenlijk. Dus ik ben echt super benieuwd. We hebben hem al getest in de winkel, dus ik weet een beetje hoe die eruit ziet en zo. Want ja, dat is natuurlijk belangrijk dat je even de winkel ingaat om te kijken wat je wilt. Of dat je hem gewoon in de winkel zelf koopt natuurlijk. Maar wij hebben hem dus besteld via Prenatal. Hier was hij nu in een mooie sale in de plaats van 400 aan 370. Dus ja, hartstikke blij mee. Dus ja, ik ben benieuwd. Dus hij komt dus in een kartonnen doos. Ze hebben hem zo verzonden. Bokken. Ja. De wielen zitten apart. Het is denk ik wel een klein bouwpakketje, maar ik verwacht niet zo heel veel om in elkaar te zetten. Oh nee, het is direct gedaan. Dus dit is het zitje. We hebben geen rijswieg genomen, want ja, die hebben we niet meer nodig. Dus een beetje te zot. Dus dit is de frame. En de wielen. Oké, dus we hebben een aantal ja, aparte dingetjes. Dit zijn de voorste wielen. Dit zijn de wielen die achterop nog moeten. Het frame en het zitje. Ik ga nu even alles uit de verpakking halen en dan kom ik bij jullie terug. Ik heb eigenlijk nog geen idee wat er toe gaat. Ik heb het wel eens. Ah, hier. Wacht. Hier moet je op duwen. En dan klapt die uit normaal gezien. Even kijken. Hier zit dus zo een knop. Als je daarop duwt, dan klapt die uit. Normaal heel gemakkelijk. Ik ben voor deze gegaan. Ja, voilà, dat is het. Ik ben vooral voor deze gegaan omwille van het grote boodschappenmandje. Dat had ik bij de vorige ook en ik vond dat echt wel super handig. Deze komen achter, deze wielen komen van achter. Ik heb hem dus gekocht in de kleur Blue Melange, heet de kleur. Maar toen ik hem pas gekocht had, twijfelde ik enorm over de kleur. En nu heb ik dus op Vinted een zitje gevonden in het zwart. Dus stel, er gebeurt iets met dit zitje, ook al kei handig. En of we krijgen ooit een meisje en we zouden deze kinderwagen graag opnieuw gebruiken. Dan kunnen we dat gewoon doen. Of ik wil gewoon zwart een keertje. Dus ik heb die voor een hele goede prijs kunnen overnemen van iemand. Dat was een nieuw zitje, dus dat is echt super fijn. Dus ik kan kiezen tussen blauw en zwart dan. Dus dit is de gebruiksaanwijzing. Ik ben dus een beetje bekend met de beschrijvingen van stok, omdat wij dus een triptrap hebben. En ik weet dat hier ergens een beschrijving in moet staan. Hier staat ook in hoe dat je ze moet inklappen en zo, dus dat is wel handig. Met de mutsie was het wel even zoeken hoe dat we ja, hem juist moesten inklappen. Maar met deze gaat het echt wel vrij gemakkelijk, zo te zien. Maar ik ben dus even de installatieguide aan het zoeken. Ah, dit is de rem. Oké. Dit is volgens mij voor de rem. Ah, oké, okay, dan is het niet moeilijk, hè. Dan is het gewoon. Ik ga een klein beetje achteruit komen. Dan is het gewoon deze wielen van achter. Oh, ik heb weer stort gemaakt. En op die wielen zit dus ook een... Ik weet niet of het goed zichtbaar is, maar... Hier zit zo een knopje. En daar moet je denk ik op duwen om ze in te zetten. Zoals het in onze muts ziet ook. Dus... Deze komt dan hier. Zo. Ah, oké. Okay. Ah, kei handig. Ik ga het even laten zien. Ik heb iets ontdekt. Dus, ik ga het direct laten zien. Vanachter op de kinderwagen zitten zo pinnetjes om ja, de rem dus eigenlijk in te stellen. En hier zitten dus gleufjes in waar die pin dus in komt. Dus het kan eigenlijk nooit echt achteruit schuiven. Kei handig.
De wielen zijn een stuk kleiner als die van de Nutsie. Dus ik ben echt benieuwd hoe dit gaat bevallen. Maar het is dus echt, ja, even weer aanpassen. En van voor komen deze wielen erop. Er zit hier dus nog een beschermingsknop, dan moet je er nog afhalen, zodat je die erop kunt doen. Nu, ik denk dat ik hem zo wel in de auto krijg. Ik heb het nog niet geprobeerd. Kijk hoe die zit. Ah, het is gewoon klikken. Oké. Oh, het is echt mooi. Voilà. Dat is het. Geweldig. Super groot boodschappenmandje. Kan ook nog uitgeklapt worden van achter. Boeken pas eens op. Dus het fijne is dat dit mandje ook nog in- en uitgeklapt kan worden. Dus hij wordt nog groter. Dus echt heel fijn. Oh, ik ben er zo ontzettend blij mee. Dat moet je niet weten. Nu ga ik het zitje nog even monteren. En dat is echt super makkelijk. Want dat klikt er gewoon op. Nooit is het voorlopig nog... Zo, volgens mij moet ik hier nog iets aan doen, want het lukt niet echt. Dit moet dus naar boven geklikt worden. Oké. Dit klikken we naar boven. Deze kant ook naar boven. En dan zal het wel lukken, denk ik. Nu gaat dat er volgens mij wel lukken om die erop te klikken, want nu zijn die stangen daar natuurlijk. En wat ik echt super tof vind aan deze kinderwagen, is dat deze echt een hele hoge zitting heeft. Dus ze kunnen echt super goed kijken naar alles rondom en dat vond ik echt super belangrijk. Oh wauw, hij is echt mooi. Ik vind hem zelfs echt mooi in blauw. Nu, er is dus nog wel een dingetje om te doen, zag ik in het boekje. Dus we zijn weer terug bij de gebruiksaanwijzing. Dus wat dan nog rest om het zo te... excuse me. Hier. Blokjes. Tutje. Zo. Het enige wat ons dan nog rest is dit hier. Dit moet nog vastgemaakt worden. Ik moet even kijken hoe. Ik moet hier volgens mij... Ah, je klikt het er gewoon in. Oké, dat was makkelijk. Ah wel, ik ben echt impressed. Zo makkelijk om in één te zetten. Ik weet nu niet hoe dat met andere kinderwagens gaat, aangezien onze vorige tweedehands was en al in één gezet was. Maar dit vind ik echt gebruiksvriendelijk. Kijk hoe makkelijk. Ik ben een vrouw alleen en ik krijg dat gewoon in elkaar gezet. Oh, wauw. Ik vind het blauw veel minder heftig als ik dacht dat het ging zijn. En wat ik ook heel fijn vind aan deze kinderwagen is, Noe heeft heel, maar ook heel erg veel last van de zon. Dus deze kinderwagen kun je echt super ver uitklikken. Dus ze hebben geen zon meer, geen dookie meer nodig. Oh, perfect. Hier gaat hij echt nog lang in zitten. En zoals je ziet, het zit echt hoog. Kan mooi kijken, fijn exploren. Oh, ik ben verliefd, echt. En hij zit er in ons patéke. Kijk eens. Oei. Fijn, hè? Wauw, zeg muis. Ben jij weer verwend? Fijn voor jou en voor mama. Beter voor mama rug, hè? Dus zoals jullie kunnen zien, hij zit hier echt super recht in. Waardoor dat hij echt alles kan verkennen en alles kan zien. En dat miste ik bij onze vorige kinderwagen wel een beetje. Heb je daar. En ja, hij kan ook plat. Dat doe je door deze knop in te duwen. Dan gaat hij plat. Het enige wat ik dan iets minder mooi vind, is dat stuk eraan. Maar nu ligt hij dus, kijk, lekker plat. En zoals je kunt zien, Noe is nog klein. Dus we hebben nog veel plaats over. Is het leuk? En wat ook wel fijn is hieraan is, het is echt super donker. Dat zien jullie nu wel moeilijk op de camera, omdat hij dus licht aanpast. Maar kijk, zie je? Het is dus lekker donker. Dus als hij wilt, kan hij lekker een dutje doen. Het enige wat ik wel niet raar vind, maar wat ik misschien een beetje mis, is dat ik dit niet omhoog en omlaag kan doen. Maar dat is echt het enige minpunt wat ik momenteel heb. Hier is ook nog een vakje voor een beker aan te hangen eventueel. Misschien dat we die nog kopen. Dat zou wel leuk zijn, hè, Sjaad? Dat we daar een flesje drinken of iets in kunnen zetten. Maar kijk eens, wat een mooie kinderwagen. Ik ben er echt blij mee.
Dus ik hoop dat ik andere mama's heb kunnen helpen in een keuze die wat ja, ook aan het denken zijn om deze kinderwagen aan te kopen. Ik vind het echt wel een hele mooie kinderwagen, ook heel goed. Trouwens, ik zie net hierachter is ook nog verluchting. Dat is zo van dat, ja nu ziet je het beter, zo van dat muggenzift. Dus ja, ideaal voor de zomer. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen wegwijs maken in de keuze of jullie deze kinderwagen kopen, ja of nee. Of als jullie gewoon nieuwsgierig waren naar hoe dat hij er in het echt uitzag. Ja, het is nog wel niet echt echt, maar ja, ik ben al sinds heel erg blij met deze aankoop. Ik heb hem nu ook al in de sale kunnen kopen, dus super fijn. Maar ik denk dat hij 500 euro ook echt wel waard was geweest. Pak hem maar. Pak hem maar. Pak hem maar. Een hele goede morgen. We zijn vandaag zondag. Ik heb de afgelopen dagen niet meer zo heel veel gefilmd. Het laatste wat jullie gezien hebben is denk ik dat de kinderwagen uitpakte. De afgelopen dagen gewoon gewerkt. En nu momenteel was ik bezig met het klaarzetten van onze kinderwagen. Onze oude kinderwagen weliswaar. Ik heb hier alles neergelegd, want zo dadelijk komen er kandidaatkopers kijken voor onze oude kinderwagen over te kopen. Dus ik hoop echt dat ze hem nemen natuurlijk, want dan hebben wij onze nieuwe kinderwagen natuurlijk ook weer terugbetaald, om het zo te zeggen. Ze hebben eigenlijk bijna niks uitgegeven, dus dat zou heel fijn zijn. Ik heb echt een hele mooie saddle, moet ik het zeggen. Als zij het niet kopen, dan zou ik het eigenlijk niet weten. Dan zou er een andere onderliggende reden moeten hebben, want hij is echt als nieuw. Er is niks aan te zien bij mijn mening. Heel mooi in orde. Ik heb hem helemaal mooi gepoetst. En ik heb er de reiswieg bij, de adapters, de regenhoes, de zonnehoes, de adapters, de, hoe noemt het, de voetenzak. Dan wouden ze misschien de maxicozy ook nog overkopen. Dus ik heb de maxicozy, het muggennetje en de regenhoes ook klaargelegd. Ik heb er een bekerhouder bij en natuurlijk de luiertas. Dus het is een hele mooie set. Zeker voor ja, deze prijs wat wij ervoor vragen. Dus ik ben echt wel benieuwd wat ze ervan gaan vinden en of het heel goed is. Maar ik verwacht eigenlijk niet veel problemen. Aangezien hij nog in zo'n mooie staat is. Dus ja, wie weet is hij dadelijk weg. Het is ook weer een beetje afscheid nemen. Want ja, Nooitje heeft daar dus in gezeten als babytje. Hier ook in geslapen als babytje. Daar in geslapen als babytje. Dus het is ergens ook wel een beetje een emotioneel afscheid. Maar ik ben zo blij met onze nieuwe kinderwagen dat dit het echt niet kan vervangen. Dus als ze de maxicozy niet nemen, geen probleem. Dan houden we hem gewoon voor een volgend babytje. Dus ja, dit is wat ik gedaan heb. Ze komen over een uurtje ongeveer, komen ze kijken. Dus ja, ik ga nu Nooitje eten geven en een bedje leggen. Ja, en dan zullen we zien wat dat ze zeggen, hè? Maar het is echt super staat. En het ergste is dat ik zelf gewoon nog niet met onze nieuwe kinderwagen heb kunnen rijden, want ik moest werken. Mama is voor de eerste keer met wow, verlicht. Mama is voor de eerste keer met de kinderwagen gisteren weg geweest. En ja, ze zei, rijdt super fijn. Dus we zijn er echt wel heel blij mee. Dus ja, we gaan zien wat ze vinden. Louis is even tv aan het kijken, want het begon een beetje vervelend te worden. Hij is moe. Gaan we eten? Hm? Gaan we patatjes eten? Let's go! Ik ga even alles klaarzetten. Ik ben intussen nog eens een fruitbouw aan het geven en ik heb onwijs goed nieuws, want onze kinderwagen is verkocht. Yes, ik ben echt blij. Dus nu, ja, het komt, het komt. Het is echt super, ze waren er heel blij mee. Ze vonden echt dat het nog een hele mooie staat was en ze hebben de maxicozy ook mee overgekocht, dus dat is echt top. In principe hoefde de maxicozy niet weg, maar ja, weet je, ik heb zoiets, ik zei ook tegen Mart van kijk, wij zijn persoonlijk zo, bij een volgend kindje kopen we gewoon, allee, dan wil ik weer een andere kinderwagen en ik vind gewoon, ieder kindje verdient een nieuwe start. Ik hoef voor dat kindje niet hetzelfde te gaan gebruiken als van wat van Nooy is geweest. Allee, hij heeft ook alles nieuw gehad om het zo te zeggen. Dus ja, dan mag dat voor ons tweede kindje ook zo zijn. Nu, wat nog kan dienen natuurlijk. Maar ja, van zo'n dingetjes vind ik toch wel, allee, ook fijn voor mezelf. Dat ik ook weer eens een ander model van kinderwagen uit kan proberen. Dus ja, helemaal prima, helemaal blij mee, helemaal top. Echt zo leuk.
Ja, lekker. Lekker. En ik dacht even te gaan wandelen met de nieuwe kinderwagen. Nu regent het super hard buiten, dus dat wordt hem niet. Ik zal nog eventjes moeten wachten, schat. Ik ga jouw mond afvegen. Wil je eens drinken? Dus we gaan nog eventjes moeten wachten vooraleer dat ik met de kinderwagen kan rijden. Ik heb hem straks wel even aan mijn schoonmoeder laten zien. Die heeft hem nog niet gezien. Dus daar kan ik wel heel even mee rijden. Maar ja, ik wil het weer eventjes uitproberen. Ik denk dat Nooitje weer moe is, want... Kom eens hier, dank je moeder. Want hij is alweer een beetje aan het zuren. Kom maar hier, het gaat fruit worden in huis. Ja, dat heb je niet weg, hè. Weg. Weg onderweg. Ik denk dat jij weer een dutje gaat doen. Hij heeft net fijn gespeeld, hè. Met zijn Vitek trein en in het loopstoeltje. Dus nu ben je moe, hè. Hier. Martin heeft met een klein beetje hulp een cake gebakken. Dus die ga ik er nu uithalen uit de vorm. Looks perfect. Dit is trouwens een appelkaneelcake. En dat is een recept van Laura's Bakery. Die kan je heel gemakkelijk via Google vinden. Super lekkere cake met verse appeltjes en kaneel. Echt top. Een van mijn favoriete cakes. Die maak ik geregeld wel eens.